Ik ben Remke Odla van restaurant Evers. En het mag weer, hè? Ja. Na 1 juli. Ja, zeer gezellig. Gelukkig hebben wij veel reserveringen mogen ontvangen. Maar we hebben dan samen met Matanja en Rutger hebben wij een dinnershow georganiseerd. En was het gelijk vol en heel leuk. De eerste keer weer dat kan? Ja, sinds 1 juli. Voor de tijd hadden we het gelukkig ook druk met afhaal en cateringen bij bedrijven die heel erg druk hadden, mochten we dan wel leveren. En verder met de afhaal, dat doen we nog steeds. Maar gelukkig lopen de dineetjes ook goed. Maar we vonden dit zo leuk en het loopt ook. Het is leuk en gezellig. En dat gaan we ook, als de bedoeling, ook vaker doen. Hoe ben je die tijd doorgekomen, die coronatijd? Nou, wij hebben dus continu wel werk gehad met afhaal en catering voor bedrijven. Dus wij hadden op zich wel veel minder, maar wel continu wel wat te doen. Is er wat veranderd nu dit allemaal gebeurd is? Merk je veranderingen in mensen die komen eten? Nou, de grootste verandering is dat de hele grote dingetjes nog niet terug zijn. En wij doen ook vakantiereizen. We hier komen dineren en dat is nog niet. Dat moet nog komen. Dat heeft te maken met het aantal mensen, denk ik, hè, wat binnen mag? Nou, dat niet zozeer. Het gaat erom dat de mensen een ruimte hebben. En die hebben wij gelukkig wel. Onze zaal is ruim genoeg om daar royaal en toch gezellig te dineren. Alleen op reis gaan, dat wordt nu pas geboekt. Dus dat duurt nog een paar weken voordat de eerste reizigers komen. Hoe is je gevoel erbij dat de zaal weer vol is en de mensen weer lekker aan tafel zitten? Ja, gezelliger. Normaal komen ze een tasje ophalen en zijn ze met een paar minuten weer weg. En nu blijven ze gezellig dineren en borrelen. Ja. Goed begin. Ik zou zeggen, ik hoop dat het zo voort mag gaan. Dankjewel. Hartelijk dank.